Yo, gasten, we gaan door met de Eredivisie Inform Reviews met vandaag Lucas Piazon en Kees Kwakman. Kees, toen jij die Inform kreeg, wat gebeurde er toen eigenlijk met je? Nee. Kees, wat. wat. wat de fuck doe je? Ke Kees. Wat de fuck doe je? In ieder geval, Kees Kwakman kostte mij net geen 14.000 coins. En in 13 wedstrijden wist hij maar liefst 11 keer te scoren. Zijn zwakke been is 3, zijn skill moest zijn maar 2 helaas, maar zijn stats zien er ziek uit, hij is lang. Ideale spits zou je zeggen. En daarnaast had ik natuurlijk Lucas Piazon. Kostte mij meer dan 50 fucking K. En wist in 13 wedstrijden maar 10 keer te scoren. Vieze skills, vies Dat weak food is zeker goed. Maar is klein. En zijn workraces zijn ook mwa. Dus ziet er eigenlijk minder goed uit als aanvaller. Maar de clips zullen uitwijzen of de spelers het uiteindelijk waard zijn. En natuurlijk. Kees Kwakman. Je ziet hem hier gelijk scoren. Hij is zo'n baas. Heb je die stats gezien? Zo... Ziek voor een centerback en helemaal voor een spits natuurlijk. Ze schieten pasen, koppen, is gewoon hartstikke hoog. Alleen zijn pezen is een beetje tegenvallig. Maar als je kijkt naar de verhouding. 10, allebei 13 wedstrijden hè. De links, de links forward scoort er 10 en de spits scoort er 11. En die links forward, die left forward, die kost 52k van mij. De prijs switchen heel veel. En die spits, die kost mij 13k. Nou dan weet ik wel wat je in de spits moet zetten geen Piazon, of in de spits moet je weten welke speler je beter kan kopen. Natuurlijk moet je dan Kees Kwakman kopen en niet Piazon. Want deze goal van Kwakman ook. Dat is toch madness? Dat is ziek. Dat is echt... Kwakman, in het echte zien in die interviews van hem, hoe eerlijk die is altijd. En echt, echt gewoon één baas. En Piazon, Ondertijd had hij natuurlijk een bases, dus ja, geen gevoel geen, gewoon, gewoon, kwak maar gaan. Piazon, je hebt zoveel betere left, uh, left links voor in de Eredivisie lopen met de Corona Boetius. En ik vergeet er vast wel een paar, want die zijn zo ziek in de Eredivisie. Dus nooit uh, Piazon kopen, die 50k. Misschien vind je het leuk om te doen, maar nee. Hij is ook linksvoetig, links, uh, dus ja, dan kom je nooit uit. Maar dit is dan wel weer een goede actie van hem. Maar hij is ook niet slecht, maar 50k... Is in dit spel veel. Dat, dat beseft dat wel. En de... 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 de, de, de hoe noem je dat? Dat het het waard is om inform te komen worden. Natuurlijk alleen maar minder. Omdat de spelers van... De prijs van het algemeen in het spelers gewoon goede spelers alleen maar dalen. Dus... Nee. Deze gast is het niet waard. Maar Kwakman daarentegen. Ik, ik word... Ik ben zo lovend over die gozer. Want hij is zo goed. En... Hier is iets ook weer naast Kwakman. Ja, die, die maakt hem in eerste instantie niet af. Oh, dit is trouwens de goal van Piazon. Die draait zich ook weer goed. Kijk, dit kan hij wel. Dat dribbelen en dan kort bij zijn voet houden. Maar, Kwakman. Ja, ik, ik, ik wil echt helemaal gek van Kwakman. Uh, de vorige keer hebben we natuurlijk Bizot en, en, en uh, Courtois in de spits gehad. Maar met Kwakman overtrof echt alles. Echt die kracht die hij had. Hier is Bakali natuurlijk. Bakali is zo slap. Maar hier ja, staat hij weer op de juiste plek. Hier Lucas Piazon. Ik wil dat iets moois zeggen over Kwakman. Maar er komen nu even geen goals van Kwakman. <tieft> Deze Eredivisie Informs lopen weer bij. Um, ik denk. Niet, nee, volgens mij heb ik ze allemaal gehad. Ik weet het niet 100% zeker. Zeg het even. Correct me if I'm wrong. Maar ik denk dat ik iedereen gehad heb. Dus nu wordt het weer wachten voor nieuwe. En in de Eredivisie dit jaar komen alleen maar verdedigers en middenvelders in de inform. Ja, maar dat Tornsa er geen heb gekregen. Vind ik echt gek. Tornsa speelt toch super chill. Dat twee. Wacht eens even. Dat is alweer een weekend geleden. Olie, oh, ik loop achter. Dat was vorige weekend. Dat hij twee doelpunten uh, en de twee in overwinning. Dat had Tornsa er geen gekregen deze week. Maar dit weekend weet ik ook nog niet of er iemand een inform moet krijgen. Noem maar even spelen als je denkt, die moet sowieso een inform krijgen na dit weekend. Ik heb eigenlijk maar een paar wedstrijden gekeken, alleen Feyenoord. En die hebben net gewonnen. Super chill, maar ik ga er niet over beginnen. Want begin je over de club waar je van houdt in, in Nederland, dan krijg je zoveel dislikes van. Vooral die, die video's van Fox Sports. Ik wijk een beetje af, want hier is ondertussen wel een prima afmakend van Kwakman. Maar Fox Sport, altijd als het bijvoorbeeld de King of the Week, iemand is die, die tegen Ajax speelde of zo. Dus is allemaal dislikes en tegen PSV. En allemaal van die, van die domme argumenten en, en discussies in die, in die comments met deze goal onderhand van Kwakman weer maar trouwens, ik, ik een sub op Fox Sport van 92 uh, 90 second international hebben ze eruit gehaald en dat gaat alleen op de site nog komen, dus ja, fuck you Fox Sport. Over Fox Sports gesproken. Ik had een keer op, ook op een keer toen Piet Veldhuis de King of the Week was omdat hij tegen Ajax 100 miljoen renning had, had ik gereageerd. Dit blijft, dit is en blijft een kansloze rubriek. En dat bedoelde ik niet meer dat ik tegen, dat ik tegen Vitesse was en dat ik voor Ajax was. Iedereen brandde helemaal af in die comments. Maar gewoon dat het King of the Week bij en eh, Misschien volgen jullie Foxport helemaal niet. Maar ik weet dat heel veel mensen wel geabonneerd zijn op Foxport. They hebben altijd King of the Week. En dan laten ze de King of the Week in 30 seconden met een paar domme clips en 100 keer Burger King logo in beeld. Omdat het dikke reclame is voor Burger King. En, en zo kan zo'n rubriek vind ik het erom. Maar dan, ja, dan word ik er afgeprand in de comments. Maar Kees Kwakman is zo ziek. Koop hem. Dat is mijn, de, mijn beslissing van nu. Ko koop Kees Kwakman. Zet hem in de spit. En niet uh, Lucas Pierson. Ondanks dat hij hier wel scoort. Deze video loopt op zijn eind. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. Mijn reviews zijn altijd heel simpel. Maar straight to the point: hij is het niet, hij is het wel. Dat is het gewoon bij mij, weet je. Dat is echt een heel random einde. Vond je deze video leuk? Laat even een like achter. Vind je dit nou geen leuke video's? Dan moet je het ook even, even zeggen in de comments. Oké. Okay? Lucas Piozon sluit deze aflevering af met een rechterbeenschotje in de korte hoek. En daarmee zeg ik tot later. Haha, <laughs> Ron is echt een dikzak, jongen. Oh, vind je dat? Nou, fuck you, Matty. Jij zit wissel de komende wedstrijd. Ah, nee, meen je deze serieus? Oh, nu word ik echt fucking boos. Godverdamme. En ik denk ook niet dat het slim is om mij eruit te zetten, want jawel, we verliezen weer met 1-0. Ron. Denk na, zet me er nou me. Maar dan is het tijd om uh, ja, mijn Xbox in de tuin te gooien, denk ik. Vond, ik. vond ik nodig of zo. Waarom, weet ik niet. Maar er staat de volgende wedstrijd tegen dit team alweer voor de deur. En in plaats van de wedstrijd samen te vatten om de goals te laten zien, ga ik met deze oude, gouden, vertrouwde clip de wedstrijd samenvatten.